Zeker. John Laschuit, zeg je dat zo goed? Ja. John is organisatie- en IT-adviseur, eigenaar van Qualitisme. Ja. Ik ben erg benieuwd. Probeer de balans tussen de doorgeschoten kwantiteit en de zo verlangde kwaliteit te herstellen. Ja. In alle aspecten van het leven, economie, voedsel, gezondheid, werk, scholen en welvaart. Ja. Maar het is volgens mij niet jouw woorden. Dat zijn nou die ik ook lees. Ja, mijn 10 minuten gaan in. Bedankt voor de gelegenheid. Ik wou het hebben over het basisinkomen. Maar ja, er is al zoveel gezegd over het basisinkomen. Dat ik me afvraag of ik daar nog aan toe kom. Maar wel even wil de eerste, Jolanda, de eerste spreker, die had het over een 24-uur werkweek. Ik ben een fervent voorstander van onvoorwaardelijk basisinkomen. Een aantal redenen zijn gegeven, dan was het geloof. Maar ik ga nog een stap verder. Want ik zeg, wij moeten af van de gedachte dat mensen geboren worden en opgeleid worden om te werken. Werken is niet menselijk. Werken is een noodzaak dat we niet doen om geld te verdienen om ons in het huidige maatschappelijke systeem staan. Waarom zouden we ons druk maken over 24-uurige, 21-uurige of 40-uurige werken? Mensen hebben een intrinsieke neiging om hun tijd te vullen. Want het is heel vervelend als je 80 jaar lang als op de staats op je bed blijft. Ik zou het niet kunnen. De meeste van jullie het ook niet zouden. Mensen zijn dus geneigd te gaan zoeken naar een manier om een zinvolle invulling aan hun bestaan te geven. Als je de maatschappij zo kan inrichten dat iedereen een basisvoorziening heeft om te kunnen leven, wonen, dak boven hun hoofd, eten, een basisinkomen heeft, onvoorwaardelijk, gaan mensen vanzelf invulling zoeken om hun leven bestaansrecht te geven. Dan hoef je geen 21 uur gewerkt te hebben. Die het leuk vindt om een bepaald werk te doen, gaat 20 of 40 of 80 uur werken. Al naar gelang zijn gevoel. Alles wat je vastlegt in regels, wat je probeert vast te leggen in regels, dat heeft als neveneffect dat er steeds meer regels komen om de bestaande regels te handhaven. Het controleren worden, het bestuurd worden, het geld kosten. Je gaat dus een waterhoofd creëren op een systeem wat feitelijk niet nodig is als je uitgaat van de gedachte dat mensen prima zelf in staat zijn, dat is mijn overtuiging, om zelf te kunnen bepalen wat ze willen en wat ze kunnen. Je noemt even als voorbeeld de daling in gezondheidszorg. Als iedereen dat werk doet wat hij leuk vindt, eens kijken hoeveel stressgevallen er en hoeveel ziektes er door stress veroorzaakt worden. Hoeveel geld van de samenleving is. Als iedereen werk doet wat hij leuk vindt, krijgen werknemers ineens heel gemotiveerde werknemers. Moet je eens kijken wat dat aan de productieve kant van de werknemers gebeurt. Als je kijkt naar ons bestaande systeem, en dat is heel simpel, financieel kunnen we het over 5 jaar niet meer betalen. Er is geen geld genoeg om alle controlerende instanties in stand te betalen, te blijven voorzien, om ons huidige systeem te laten functioneren. Als je dus zegt van dit hier de eerste 20, 25 jaar niet gebeurt, dan is het flauwekul. We zouden morgen al naar een systeem met een basisinkomen moeten om het huidige systeem, dat echt op barst staat, te passeren en nieuwe mogelijkheden. En natuurlijk. Als ik met mensen over het basisinkomen spreek, krijg ik heel vaak de geluiden. Ja, maar daar gaan mensen niet werken. Want mensen zijn te laat om te werken. Dan denk ik, nou, so what? Als 20% van de mensen niet wil werken, nou, dan gaan ze niet werken. Dat is hun keuze. Als zij dan hun tijd gaan besteden om ouderen te helpen, om scholen te helpen, om pensioenen te onderhouden, of dat doen wat ze leuk vinden zonder betaling, is dat toch ook prima. We hebben een heel groot deel van onze sociale problemen die nu aanstaan te komen. Denk even aan de vergrijzing. Toekomst van werk betekent, als je naar een systeem van basisinkomen gaat, een onvoorwaardelijk basisinkomen, dat iedereen dat werk gaat doen wat leuk vindt. En dat, ja, wat voor verandering er ook ontstaat in het aanbod van werk, dat is niet erg. Ten eerste heb ik wat minder mensen die gaan werken, die mensen die kunnen kiezen van nou eigenlijk 20 uur in plaats van 20 uur werken. De banen die er zijn worden wel ingevuld. Maar er is nog een voordeel. Arbeid wordt een heel stuk goedkoper. Want als ik mensen een onvoorwaardelijk basisinkomen geef, nou zeg even 1.500 euro per maand,
kunnen salarissen met hetzelfde bedrag omlaag. Dat betekent, nou ja, min of meer hetzelfde, misschien niet iets meer. Dat betekent, Nederland is nu niet concurrerend op de arbeidsmarkt, in Europa is niet concurrerend, in welke verband het ook ziet, omdat onze de loonkosten hoog zijn. Een onvoorwaardelijk basisinkomen zorgt ervoor dat de loonkosten omlaag gaan, omdat ze dus concurrerender zijn ten opzichte van de rest van de wereld, meer kunnen exporteren en dus eigenlijk meer economische groei kunnen bereiken door invoering van basisinkomen. Allemaal redenen. Volg jullie site over, zoals je heb... moet lid worden. Ja. Nou, ik ben steun je de orde. Ik ben niet zo van lidmaatschap, dat is het gezegd. Maar het vereist bij een heleboel mensen een ander soort van denken. Het staat helemaal los. Maar ik ben ook projectmanager, IT-projecten. Je hebt in IT allerlei projectmanagementmethodes. Je hebt niet op het risico, die het wel eens gehoord hebben. Ja, dat allemaal, je bedenkt iets, er wordt een business case gemaakt, zo volgens mij. Nou, dat werkt nog niet beter. Ik ben een vervent voorstander van de agile. Je weet dat opgenomen wordt, hè? Ja, ik ben een vervent voorstander van de agile scrum methode. Dus eerst met elkaar gaan overleggen, bedenken wat we gaan doen, kijken wat voor obstakels tegenkomen enzovoort. Gisteren zat ik bij een klant en moest ik weer doen. En ik zei, ik ga het aanpakken volgens de agile methode. Dus gisteren kick-off meeting. Allemaal mensen om tafel en we beginnen met jongens. Geef dan eens even aan wat jullie voor obstakels zien tegen. Discussiëren over oplossingen. Mensen die die methode niet kennen, die zijn echt het eerste uur van wat doe ik hier en wat zijn we nou eigenlijk aan het doen en ik zie het nut er niet van in en ik word er heel veel weerstand omdat het een andere methode is. Eigenlijk zeiden ze van geef ze nou gewoon de taak van dit moet gebeuren en dan moet het klaar en dan zijn wij tevreden. Eind van de middag, dat was 8 uur later, was iedereen van overtuigd dat het een goede methode was. Zo snel kunnen veranderingen doorgevoerd worden. Mits je de juiste argumenten gebruikt en mits je laat zien aan mensen wat de voordelen zijn, gewoon in de praktijk of praten of meenemen van de gedachte die je hebt. Nou, ik geloof dat er weinig toevoegen, maar mooi. Ik moet op een stelling zetten, geloof ik. Nou, dankjewel. Als je vragen hebt, je vragen. Nou, die heb ik niet gedacht. Zo strak wordt hier dan weer geregeld. Is het eigenlijk was de vraag van is een basisinkomen manier om een duurzaam, eerlijke, welvaarts- en arbeidsverdeling te krijgen? Ja.